100% definitief is het nog niet, maar de kans is groot dat FC Twente vanwege de financiële janboel bij de club door de KNVB naar de Jupiler League wordt verbannen, hoorden we gisteren. Nieuws dat bij de fans van de kampioen van 2010 aankwam als een mokerslag. Is die al een beetje verwerkt in Enschede? Nou nee. Het was wel zwaar kut, vooral de manier op waar het is waarop het is gebeurd. Door een paar mensen is de hele club naar de tering in gewerkt. En het is wel lelijk dat iedereen, al de supporters, daar ook de dupe van zijn. Ik heb wel goed geslapen, maar het duurde wel een poosje voordat ik in slaap viel. Hoe kijkt u nou terug op gisteren toen het nieuws bekend werd? Ja, dramatisch. En steeds meer het gevoel dat wat besloten is niet terecht is. Het komt ook gewoon naar de KNVB. Je kan het ook gewoon anders bekijken. Ze kunnen ook gewoon hun geldboete doen. Dit slaat ook weer nergens op aan hun. Er is ook wanbeleid gevoerd en daar schamen we ons met z'n allen hier in de regio ook enorm voor. En dan moet ik bestraft worden, maar dat is ook enorm bestraft. We hebben boetes gehad, we hebben puntaftrek gehad, we hebben alles gehad. En nu deze nog. Dat is echt één te veel. We geven nu een kans om weer het verzoenlijk te doen. En dat is wat iedereen hier wil. Die gekkigheid van afgelopen jaar, dat moet gewoon absoluut niet gebeuren. Dat wil iedereen, daar is iedereen ook absoluut klaar mee. Maar dan moet je wel een kans geven. En nu voelt dit dreigt nu mogelijk een faillissement zelfs als het zo doorgaat. Dus we roepen ook alle supportersverenigingen, alle geledingen op in Nederland die iets met voetbal hebben. Om vooral te zeggen dat deze maatregel die gewoon formeel niet eens bestaat, om die van tafel te krijgen. Deze club gaat natuurlijk nooit kapot met zoveel supporters. En zo'n stadion en zo'n ambiance. Dus ik ben mijn seizoenkaart gaan verlengen. Dat heeft u zojuist gedaan? Dat heb ik net gedaan, ja. U blijft uw club trouw, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dat geldt toch voor elke supporter.